Het Rips & Blues Festival brengt vele nationale en internationale artiesten naar Raalte. Maar voor goede muziek hoef je het lang niet altijd ver te zoeken. Zo gaf de Zwolse Berthof een schitterend optreden op de zondagmiddag. En wij van Salland 1 mochten hem spreken na zijn show. Berthof, hartstikke fijn dat ik je even mocht spreken. Net optreden gehad hier bij het Rips & Blues Festival in Raalte. Hoe was het om hier op te treden? Superleuk. Het was niet de eerste keer voor mij, maar wel de eerste keer met een akoestische bluegrass band. Dus dat was wel toch wel spannend, want normaal gesproken spelen we in theaters in soort intieme settingen. En dit was ineens toch zo'n grote tent en dan waait het geluid weg. Dus dat was niet ons makkelijkste optreden om te doen, zeg maar. Maar ik vond het uiteindelijk wel echt heel erg leuk, omdat de mensen toch heel lief waren voor ons. Het is akoestische muziek, dus het is niet heel hard, weet je wel. We hebben geen versterkers, we hebben geen... Het is eigenlijk puur natuur, het is heel klein en zacht. Ja, je zei al eigenlijk bij het optreden al trotse Zwollenaar hier zo. Is het dan nog iets speciaals dat je eigenlijk zo dicht bij huis speelde, een beetje als een thuiswedstrijd voelt? Zo voelde het toch wel, ja. Want ik heb hier ik speelde niet voor de eerste keer. Ik heb hier volgens mij ook direct aan het begin van mijn carrière, was een van de eerste festivals die ik mocht doen. Hier in 2009 of 2010 of zo volgens mij. En ik ben hier 2 of 3 jaar geleden nog geweest met Her Majesty, onze Crosby, Stills & Young band. Dus het voelt inderdaad toch wel als een soort terugkerend ding en het is voor mij, ja, 20 minuten dan ben ik thuis en dat voelt dan in die zin toch wel als een thuiswedstrijd een beetje, ja. In de theatertour hebben we hier ook in Raalte gespeeld, en dat hoort het ook weer, het Hof, ja, Hoftheater. En wat ze dan het Carré van het Oosten noemen, geloof ik. En terecht, want vind ik echt een geweldig gebouwd en ontworpen theater, want zitten niet heel veel mensen, maar hoe ze zitten, zeg maar in welke setting, is super mooi, want iedereen zit dichtbij en mooi theater. Dat was ook een van de leukste optredens die we hebben gedaan tijdens de theatertour. Dus ik denk misschien hebben de Raaltenaren wel iets bijzonders of zo, hè, met muziek. En ze komen wel enthousiast over. Maar... En dat merkt hij ook bij het publiek van Rips & Blues. Ja, ik vond het Raalse publiek echt heel lief. Want we hebben zelfs een instrumentaal nummer gespeeld van 6 minuten. Wat ook niet het makkelijkste nummer is, het meest makkelijk in het gehoor liggend of zo. Dus, en daar zelfs kregen we heel goed applaus op. Dus ze stonden echt ervoor open, zeg maar. Dat vond ik wel heel tof van. Dus wat jou betreft kom je hier zeker nog een keer terug? Het lijkt me hartstikke... Ja, zeker. Ik bedoel, ik hoop heel erg dat het altijd blijft bestaan. En ik wil graag over een jaar of 3 gewoon nog een keer komen. Zeker.